Dag, alweer de 14e editie van Muziek bij de Nauwes. We zijn hier te gast bij Erik Sloot, pianoservice te Doetinchem. U gaat dadelijk luisteren naar Stef en hij laat u genieten van eigen nummers. Veel kijk- en luisterplezier. Ja, eigen nummers vooral zelf geschreven natuurlijk, dat zegt het al, maar vooral in het Engels en in het Hengels. En daarin vertel ik dus ook een beetje mijn levensverhaal in al die liedjes. Vooral het ouder worden, want 3 jaar geleden ben ik voor het eerst begonnen met solo optredens. Ik denk, dit is zo verschrikkelijk gaaf. En daar heb ik een liedje ook over geschreven, dat speel ik wat later, het heet 70, toen ik 70 werd. Maar dit liedje gaat ook over ouder worden, maar je moet er allemaal niet zo zwaar aan tillen, want het is best ongelooflijk fijn om ouder te zijn. Je moet niks meer, je hoeft niks meer. Je ontvangt automatisch je geld einde van de maand, dus alle tijd gaat in hobby's zitten. Hoe mooi is dat? Onder andere mijn hobby, en dat is muziek maken. Oh, olde ik. De AOW's Rhapsody. Het woord zegt het al, de AOW, daar kan je alleen maar van genieten natuurlijk. En alle vrije tijd stoppen in dingen die je leuk vindt. En voor mij is dat muziek maken.
school ging. Maar voorlopig bent u nog lang niet klaar met het maken van muziek. Ja, muziek uit onze tijd, ook al speelt u nu al meer dan 100 jaar. Werkelijk hoor. Samen leven ben gestopt en daarop terugkeek en heel veel dromen had die niet allemaal uit zijn gekomen. Ik staarde naar buiten, ik keek naar de hemel, naar de lucht en ik zag daar de vogels vliegen. Toen dacht ik van eigenlijk zou ik er ook wel willen zijn. Dreams. Thank you.
Dat is dan niet in het Engels, maar in het Hengels. Het is niet voor niks in het Hengels, want ik kom namelijk uit Hengel. Dus het liedje is dan in het Hengels. Het gaat over katjesavond. Katjesavond, de woensdagavond. Dat de geliefden bij elkaar kwamen, of misschien nog wel steeds. Bij elkaar op de bank gaan zitten, bij elkaar handje vasthouden. En denken aan de toekomst. Wat zullen we doen samen? Hè? Eentje gaan fietsen of wat dan ook. Katjesavond was de avond voor de geliefden. Bij deze. Voel ik al vanaf mijn, ik zou zeggen vanaf mijn geboorte, maar vanaf mijn derde jaar kan ik me nog herinneren dat ik altijd op de mondharmonica speelde. En
ik had geen voorbeelden, dus ik heb het ding verkeerd om aangeleerd. Kan niet anders, ik heb de lage tonen rechts. Dat is iemand een keer opgevallen, terwijl ik het zelf niet in de gaten had. Het nummer Feel the Music, dat gaat over hoe ik muziek beleef. Yeah. Hey, 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 hey. Wow.